Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Goedemorgen mensen, goedemorgen. Het is vandaag woensdag 21 juli 2021 en ik wens jullie allemaal welkom bij Henk in de Keuken. De dagelijkse vlog wat je niet mag missen. Check it out. Yo! Krijtjes zijn weer rond, ik ben krantenbezorger en het is allemaal weer gereed. Het was prachtig weer vandaag. Het is... Nou, hier staat dat het in China 32 graden is. Ik heb er opeens de temperatuur van China onder staan, mensen. Het is, maar het is gewoon lekker weer. En normaal staat hieronder altijd hoeveel graden er buiten is, maar er staan nu Chinese tekentjes achter. Het zal wel te maken, of Japanse tekentjes, weet ik veel. Het zal wel te maken hebben met Tokio, met de Olympische Spelen. Vandaag gaan de leeuwinnen aan de slag. De eerste tik is al niet zo mooi. De spits Sherida is geblesseerd. Deze mevrouw is geblesseerd. Is ook sneu, hè? We willen net beginnen en dan gaat het alweer niet door. Er is ook weer een plotse gat in de dijk van Hattem. Plots. Nou ja, het heeft wel iets met het water te maken natuurlijk, met de enorme hoge stand van de IJssel. En ingenieurs waarschuwen voor soortgelijke situaties elders. Ja, het water komt dichterbij. Ja, bij Kampen stroomt er de IJssel meer in. Ik slaat de polder even open natuurlijk. Bij Henk in de Keuken lees ik altijd een krantje voor. De Stentor die ik bezorg. Ik heb altijd eentje extra om het nieuws met jullie te delen. Die jongen die op Urk de container van de teststraat in de brand heeft gestoken. Hij krijgt een lagere straf. Hij had een zware jeugd gehad. Hij kreeg een blauw fietsje in plaats van een rode. Ja, zware jeugd. En een half jaar cel krijgt hij. Ze zijn opgeofferd als zondebok, terwijl de opdrachtgevers ermee wegkomen, zegt advocaat Bob Koppens. Ja, hij heeft zich op laten naaien. Het ding is in de brand gestoken en een half jaar cel. Ik vind het nog wel veel hoor. Ik vind het nog wel veel. Ja, ik lees dus altijd een krantje een beetje bij Henk in de Keuken. Ik heb het gisteren heb ik het Henk in de Tuin gemaakt. Als je even wil kijken, dan zit ik lekker in de tuin. Maar ik vind het toch beter om het in het washokje te doen in de keuken. Want ja, ik sta daar en ik ben wat dynamischer. Zo'n oude man die zit, ja. Het was natuurlijk mooi weer. Het is vandaag ook weer mooi weer. Maar oh, doe maar weer gewoon in de keuken. Sportzomer, kijk eens aan. De Olympische Spelen zijn formeel nog ineens begonnen, maar de leeuwen winnen, hè, de dames van Nederland, die starten vandaag al tegen Zambia. Ja, Sherida Spitsen. Oh, ik dacht dat een spits was dat ze Sherida heette, maar ze heet Sherida Spitsen. Mist het toernooi dus door een knieblessure. Het is vandaag op Nederland 1 om 1 uur is de aftrap van Nederland-Zambia. Dat gaan we even kijken, mensen. Dat gaan we kijken. Van Gaal wil Fraser bij Oranje. Fraser is nu nog trainer van Sparta. Een brug tussen culturen. Kijk, omdat Fraser natuurlijk een donker kleurtje heeft, wil Van Gaal, of moet Van Gaal, wil Van Gaal, of hoort Van Gaal hem erbij te hebben. Volgens mij heeft dat met kleur helemaal niks te maken, mensen. Het moet allemaal zo correct zijn. Och, man.
Je moet gewoon de beste kiezen en de kleur heeft geen donder mee te maken. Nou, dit was weer een Henk in de keuken. We gaan vanmiddag even kijken naar Nederland-Zambia. Ik zat weer een postertje ophangen van de dames. Zullen de dames het beter doen dan de heren? Ik denk het wel. Nou, check it out. Morgen weten we meer. Toedeledoekie.